Real Man Kitchen, waar mannen de baas zijn in de keuken en waar echte mannen dingen doen. Dat zie je denken. Hoe heeft deze man, vader van twee, getrouwd met een mooie vrouw, het voor elkaar gekregen om deze keuken ongestraft om te bouwen tot een relaxte man cave? Dat ga ik je vertellen. Dit heb je nodig. Een oven, Iglo lekker bekjes, witte puntjes, mayonaise, sla, bier, chocola en borsthaar. Het eerste ingrediënt dat je nodig hebt is bier. Open een biertje, laat de smaak eerst even lekker door je mond gaan voordat we doorgaan naar het belangrijkste onderdeel. Het belangrijkste tijdens het koken is dat je de keuken man only houdt. Het is tenslotte jouw dag om te koken. Als een vrouw zich met jouw kookkunsten gaat bemoeien en jouw territorium binnen probeert te dringen, dan pak je dat stuk chocola en stop dat in haar mond. Zo, even een momentje voor jezelf. Om het af te maken, snij je de puntjes door midden, je legt de lekkerbekjes erin, smeert daar wat mayonaise op en een blaadje sla om de vrouw tevreden te houden. En vergeet niet om de vrouw erbij te roepen wanneer je de lekkerbekbaga klaar hebt. Want koken heeft alleen zin als je vrouw ziet dat je je best hebt gedaan. Als je je nu abonneert op het Real Man Kitchen kanaal, dan krijg je geen cd van Celine Dion.